Het was woensdag 31 januari een feestelijke dag voor het regionaal archief Rivierenland. De organisatie die belangrijke stukken bewaart van allerlei verschillende organisaties en instellingen voor 8 gemeenten uit het rivierengebied, nam een nieuwe ruimte in gebruik, waardoor er de komende jaren genoeg bergingsmogelijkheden zijn voor toekomstige archieven. 3, 2, 1... Vandaag hebben we het depot geopend en het depot houdt in dat je daar archieven in kunt bewaren. We hadden niet meer voldoende capaciteit en dat heeft ook te maken met de aansluiting van de Bommelerwaard. Dus daar moesten we extra meters voor bouwen en dat hebben we vandaag gedaan. En dat hebben we gedaan met een conferentie, dat ging over het water. Want vandaag is het 31 januari 2018, maar in 1995 op 31 januari kregen we te horen dat we moesten evacueren vanwege het mogelijk doorbreken van de dijken. Dat was dus best spannend allemaal. En we hebben gemeend dit aan elkaar te koppelen omdat het depot waterdicht is. We hebben al digitale, digitaal kun je thuis alles bekijken. Maar als je het echt wil zien en je wil het voelen en proeven, zeg maar, kan je hier terecht. Alle archieven van de regio onder het dak. Op dit moment hebben wij ongeveer 13 kilometer aan papier. Niet uit papier, maar een belangrijke archieven. Er zijn voornamelijk archieven van de gemeente. Maar er zijn ook archieven van stichtingen, verenigingen, van bedrijfsarchieven, particuliere archieven, collecties. Alles eigenlijk wat vertelt over de maatschappij van afgelopen jaren, eeuwen, hier in ons rivierengebied.